Voor we verder gaan naar tips, is het wel fijn om wat meer te weten over hoe dat studiekeuzeproces eigenlijk werkt. Vooral Nina kan er veel over vertellen. Hoe werkt dat brein van de jongeren bij het maken van keuzes? Nou, je ziet eigenlijk dat het brein van jongeren nog niet echt klaar is om die keuze te maken. Dus qua ontwikkeling, dus alle wegen die in het brein gemaakt worden, die zijn er eigenlijk nog niet helemaal klaar voor. Dus wat je met name ziet, is dat jongeren moeite hebben met het kunnen overzien van keuzes. En even een heel praktisch voorbeeld, je kent dat wel. Je zoon of dochter of je kind komt beneden en jij vraagt, goh, heb je al geleerd voor je toets? En je ziet die persoon kijken en denken, ja, geloof het wel. En dat is eigenlijk typisch zo'n voorbeeld van ze weten wel dat die toets eraan komt, maar ja, dat brein is eigenlijk nog niet klaar om van het moment dat ze weten dat die toets eraan komt en het daadwerkelijk leren en maken, om dat eigenlijk heel goed te kunnen overbruggen. Dat is met de studiekeuze hetzelfde. Ze kunnen gewoon nog niet zo ver vooruitkijken dat ze precies weten wat de gevolgen zijn van hun keuzes. En dat is dus iets belangrijk om ja, je kind ook bij te ondersteunen en daar ook een bepaalde structuur bij te geven, om dat brein eigenlijk een beetje te helpen om die keuze te kunnen maken. Ja, dus enerzijds moet het wel vanuit de jongeren zelf komen, maar die Zeker. heeft echt nog wel die ondersteuning nodig om je ja, eigenlijk ook wel een beetje gedwongen te worden, die keuze. Nou, het gedwongen is misschien niet het goede woord, maar Gestimuleerd ja, om de keuze gestimuleerd. gekieteld te worden om deze keuze te maken. En dan zit het hem dus niet zozeer inderdaad in dat je het voor je kind doet, maar vooral welke stappen kun je nou samen of deze persoon zelf, zeg maar, nou zetten om die keuze te kunnen maken. Dus het gaat eigenlijk bij dat brein, de structuur eigenlijk, die hebben ze niet. En die kun jij als ouder samen met je kind proberen aan te brengen. Want als je het gaat opleggen, dat weten jullie ouders allemaal, dan hebben ze ook geen zin in. Nee. Dus je moet daar de middenweg in elkaar gaan vinden om, maar zie jezelf als ja, die structuurbieder. Ja, duidelijk. Stappenplan. Ja. Aranka, herken je dat bij ons op school, de dingen die Nina noemt? Ja, ik herken wel dat voor veel ja, studenten bij ons op school dan natuurlijk al dat wel gold. Dat ze, die geven aan dat ze het wel lastig vonden om te kiezen. En we hebben ook altijd wel een kleine groep studenten die in het eerste jaar nog steeds twijfelt of er gedurende het eerste jaar achter komt dat dat toch niet helemaal de juiste keuze was. Maar daar proberen we ook wel op te letten dat we daar ook als school zo goed mogelijk bij begeleiden. En al voordat studenten bij ons op school beginnen, dan kunnen ze naar een welkomstdag komen bijvoorbeeld. En dat is dan een soort laatste check van of het een goede match is tussen student en opleiding. Ja. En dan kan je daar al nog iets bij sturen als dat, als het nodig lijkt. Maar ook als je toch bij ons op een opleiding zit en het is hem niet helemaal, dan kunnen we ook altijd natuurlijk nog van alles betekenen. En er zijn eigenlijk twee hoofdwegen. Soms weet de student al, dit is het niet en dit is het wel. Ja. Nou, dan proberen we of intern over te laten stappen. En soms is dat dan een externe overstap als het geen opleiding binnen de school is. Maar het gebeurt ook wel eens dat een student het gewoon helemaal niet weet. En dan hebben we het oriëntatietraject. En dat is een traject waarin studenten dan kunnen kijken en opnieuw oriënteren op wat wel een goede match zou zijn. En dat kan soms heel snel gaan. En soms is dat een wat langer proces. En dan wordt uiteindelijk de student ook nou ja, geprobeerd op de juiste plek te brengen. Ja. Ja. En Aranka noemde net dat studenten best wel lang twijfelen. Is dat iets wat jij ook herkent? Ja, we zien eigenlijk al wel een langere tijd dat door de druk op jongeren wat gestegen is, dat die studiekeuze echt wel wat zwaarder is. Ook wel omdat deze generatie dus ja, die perfecte keuze wil maken. Maar we zien natuurlijk ook iets anders wat meespeelt. Het is toch ja, de nasleep van de coronaperiode, waarin ja, je op de middelbare school veel minder naar school bent geweest. Dus ook minder contact hebt gehad met vakken. Dus als we het even hebben over een creatief vak, als je bijvoorbeeld weinig fysieke tekenles gehad hebt, ja, dat. Hoe weet je dan eigenlijk precies, als dat je leuk lijkt, ja, hoe heb je dan eigenlijk ervaren of je dat wel echt leuk lijkt? En ja, dat hebben ze natuurlijk zeker gemist. Wat ik overigens wel heel positief vind aan deze periode, is dat ik ook wel zie dat ze bewustere keuzes zijn gaan maken. Dat ze eigenlijk wat meer ruimte hebben gekregen voor zichzelf om soms even wat meer stil te staan. Ja. Dus ik vind dat ook wel belangrijk om benoemd te hebben. Maar we zien wel dat het gewoon nu echt even wat moeilijker is om een studiekeuze te Ja. maken. Misschien ook net wat minder open dagen bezocht en minder open etcetera. dagen, hè? Dus ook je oriëntatieproces is misschien toch wel anders gelopen. Je hebt misschien veel informatie online gevonden, maar minder fysiek kunnen kijken. En dat speelt natuurlijk allemaal mee bij ja, ook die belangrijke vraag: waar voel ik me nou thuis? Ja. Wat vind ik nou echt leuk om te doen? Wat is nou de plek waar ik graag de komende jaren wil zijn? Ja. Menno, Nina benoemde dat nou ja, studenten en leerlingen ook wel vaak bewustere keuzes maken. Is het ook iets wat jij voor jezelf erkent dat je er nog ja, misschien ook wat meer de tijd voor neemt, bewuster mee bezig bent? Ja, dus ik heb mijn keuze natuurlijk vorig jaar gemaakt. Dus dat was ook zeker in de corona-nasleep. Maar ik merk ook bij vrienden om mij heen en mensen om mij heen dat die keuze naar vervolgoverstap, dat die veel bewuster is gemaakt. Tijdens corona moesten we allemaal stilstaan. En ik denk dat dat echt iets is wat
positief is, wat we meegenomen aan corona, is dat je af en toe ook rust moet hebben om tot jezelf te komen, jezelf te ontdekken. En alleen als je jezelf weet wie jezelf bent, wat je wil, wat je leuk vindt, dan kan je een keuze maken. En ik denk zeker dat je dat terugziet in het maken van studiekeuze. Ja. En wat er wel een beetje in zit, is dat bewuster en dat stilstaan lijkt me heel goed. Maar het lijkt ook wel alsof het heel zwaar is. Van je moet het in één keer goed doen. Ja, nou, dat is die maatschappelijke druk natuurlijk. Ja. Die steeds meer op jongeren. En dat is natuurlijk voor de hele generatie. Er wordt zo'n druk gelegd op de jongeren. Dat ook wel weer voortkomt uit corona ook. Ja. Pandemie voor een deel. Op de toekomst. Het moet allemaal heel goed zijn. Je moet hoge cijfers halen. Je moet een mbo of een universitaire opleiding gaan doen. Het allemaal moet allemaal. En daarbij wordt soms vergeten dat je ook vooral moet doen wat je leuk vindt. Ja, en mag relativeren ook als ouder. Hè? Dus wat ik altijd zeg, kijk zelf eens in je omgeving hoeveel mensen er gestudeerd hebben waar ze nu daadwerkelijk in werken. En dan zie je eigenlijk dat studeren een stap is in de hele weg die je in je leven maakt. En kijk, als je dokter wil worden en je hebt geen geneeskunde gedaan, dan wordt het natuurlijk lastig. Maar zelfs dat zou je op latere leeftijd nog kunnen doen als je dat echt graag zou willen. Ja. Dus het is zo belangrijk om gewoon ook een stap te gaan maken. En soms, wat Ranka net ook al zei, is het nodig om in je eerste jaar tot de conclusie te komen van hey, dit was het even niet. En die ruimte mogen we jongeren ook geven. Ja. Tuurlijk wil je dat ze doorstromen. Maar ja, soms heeft iemand gewoon meer tijd nodig. Ja. En dat is ook oké. Ja. En die druk die zie je natuurlijk ook al bij achtste groepers die dan nog jonger zijn. Wat voor druk dan op een advies of een niveau wordt gelegd, wat ze dan kunnen gaan doen. En wat voor stress alleen dat al bij die kinderen oplevert. Ja. Nou ja, dan dat groeit natuurlijk alleen maar naarmate de keuze nog meer af van. Ja. We gaan in dit webinar helpen daarmee, toch? Nee, dus dat precies. Is heel mooi. Ja. Dat we mensen kunnen helpen om die keuze te gaan verlichten. Ja. Wat ik zelf ook heel belangrijk vind, wat ik probeer ook mijn studenten altijd mee te geven, is als je gewoon heel goed op je plek zit en je heel prettig voelt. Ja. En dan hoeft het niet precies te zijn dat jij in jouw geval bijvoorbeeld marketing en communicatie gaat doen. Maar als je iets doet wat eruit voortkomt, is het ook goed. En soms is het ook blijven twijfelen. En dat hele zware van die keuze, nou, maak het niet te zwaar. Nee. Het hoeft niet de rest van je leven te bepalen. Ik denk, als ik naar mezelf kijk en ook naar Ranka, je komt op andere paden dan je had verwacht bij het begin van je studie. En dat is ook oké. Ja. Ja. We gaan weer even naar een kijkersvraag. Ik heb het idee dat mijn zoon niet voor een opleiding kiest omdat het hem leuk lijkt, maar omdat zijn vrienden erheen gaan. Wat moet ik doen? Nou, ik denk een hele goede vraag, want ik denk dat vrienden inderdaad heel belangrijk zijn. Nina, kan jij daarop reageren? Ja, ik denk dat dit een herkenbaar iets is voor veel ouders misschien. Dat je ziet dat je kind misschien kiest voor een opleiding vanwege vrienden. Ik denk dat het heel erg belangrijk is om met je kind dat bespreekbaar te maken. Van hey, ik merk dat je deze keuze gaat maken, misschien vanwege deze persoon. Wil je daar wat meer over toelichten? Hoe komt dat? En ben je ervan bewust dat je opleiding een aantal jaar duurt. En dat dus ook heel erg belangrijk is dat jij het leuk vindt. En dan is het natuurlijk heel fijn om met een vertrouwd persoon te zijn. Maar dat dus uiteindelijk ga je ook hier nieuwe vrienden maken. Ga je ook hier je nieuwe plek vinden. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is om bespreekbaar te maken. Ja, en ik zie ook bij ons in de klasse dat eigenlijk meestal komt iedereen nieuw binnen. Dus iedereen maakt nieuwe vrienden. En juist mensen die met z'n twee hebben gekozen, zie je vaak dat één dat echt heel bewust heeft gekozen en ander een beetje mee is gegaan. En dat is vaak niet de beste manier om een opleiding te kiezen. Herken jij dat nog, Menno? Misschien niet voor jouzelf, maar voor jouw vriendengroep? Ja, met mijn vriendengroep is dat ook niet zoveel gebeurd. Maar ik denk dat waar dat uit voortkomt is dat studenten of scholieren, die zoeken gewoon iets vertrouwd. En of dat dan is dat een vriend is op de opleiding of iemand, een docent of iemand die daar is, die je kent. Daar komt dat denk ik uit voort. En ik denk dat je die vertrouwdheid ook op een andere manier kan bieden in het studiekeuzeproces. Ja. Zonder dat je een keuze maakt afhankelijk van de andere vriend, vriendin. Ja, dus vooral gewoon goed het gesprek over blijven gaan van waarom wil jij dit? Ik hoop dat jullie daarmee wat verder kunnen.